Studentenvereniging koopt eigen pand in Hartje Nijmegen. Marienburgkapel weer open voor publiek. In wandelpaden in Zetten en Hemmen steeds vaker toegankelijk voor vierwielers. Feest voor de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. Al zo'n 27 jaar zit de vereniging in een pand aan de Hertogstraat. Maar al die jaren werd het pand verhuurd door Stichting Studentenvoorzieningen Nijmegen. Een zelfstandige stichting die opereert onder de vleugel van de Radboud Universiteit. Inmiddels is het huren verleden tijd. Want afgelopen vrijdag werd er een verkoopovereenkomst getekend. En daarmee is het pand officieel in eigen beheer van Carolus Magnus. Gloria, victoria, Carolus treedt nu aan en bezegelt goed bestaan. Studentenvereniging Carolus Magnus bestaat 95 jaar. Sinds 1996 is de vereniging gevestigd in een gebouw aan de Hertogstraat. Maar nu is het pand officieel van de vereniging zelf en dat werd flink gevierd. Wat betekent de sleutel voor jullie? Nou, de sleutel zelf natuurlijk niet zo heel veel, maar deze hele dag wel. Het is gewoon heel mooi om nu op eigen benen te staan. En we noemen het gekscherend Independence Day. Nou, zo moet je het niet helemaal zien, want we zijn nog steeds sterk verbonden met de universiteit. Dat willen we zo houden. Namens het Nijmeegse college was wethouder Van Elveren aanwezig om de studentenvereniging te feliciteren. Van Elveren is geen onbekende van Carolus Magnus. Ik ben hier een lang verleden lid geweest. Vandaag ben ik hier namens het college van burgemeester en wethouders. En ik heb ze gefeliciteerd met een nieuwe pand en een 95-jarig bestaan. Ja. Ook in zijn studententijd werd er al gesproken over een mogelijke aankoop van het pand. In mijn tijd werd er al wel eens over gepraat, maar ik heb het altijd een beetje afgedaan als dronkenmans fantasieën. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen, dus ik vind het heel knap. Niet alleen huidige studenten vierden feest, ook oud-gedienden waren aanwezig. In hoeverre is het veranderd? Ja, het is gewoon veel minder strak, veel minder regels. Want we hebben toch wel wat mee moeten maken. We kregen nooit subsidie, terwijl die andere studentenverenigingen er wel kregen. Alleen omdat je een rechtse signatuur zou hebben. En vervolgens is het toch gelukt om een eigen pand te krijgen. En dat komt ook omdat de besturen van de afgelopen, zeker de afgelopen 20 jaar, heel goed zijn. Heel zakelijk, heel bewust van wat ze doen. En dat is in het verleden wel eens wat anders geweest. Ovum Novum, een andere studentenvereniging gevestigd in het pand naast Carolus Magnus, heeft sinds afgelopen vrijdag ook een eigen sleutel in beheer en dus hun eigen pand. Je zou het de grote voorjaarsschoonmaak kunnen noemen, hoewel er iets meer is gebeurd dan alleen een schoonmaak. De Marienburgkapel in het centrum van Nijmegen is de afgelopen tijd onder handen genomen, waarbij de focus lag op het opknappen van het stukwerk. Sinds dit weekend is de kapel weer open voor publiek. De Marienburgkapel is inderdaad opgefrist. En wat dat betekent is, ze hebben beneden in onze vloer een aantal reparaties uitgevoerd. Maar het grootste werk was eigenlijk het stukwerk, waar wat beschadiging in zaten omdat er vocht door de muur heen trekt. Ja, het is immers een middeleeuws gebouw waar niet net de spouwmuren en dat soort dingen in staan. Dus zoals in een modern gebouw, waardoor het vocht gereguleerd wordt. Dat duwde je het stukwerk van de muur af en dat hebben ze eigenlijk gerepareerd met een nieuwe laag stukwerk. Opknappen, restaureren en verbouwen is in de loop der eeuwen altijd nodig geweest, omdat het gebouw voor vele verschillende activiteiten is gebruikt. Het was een nonnenklooster en uniek voor Nederland was dat ze tegelijkertijd de nonnen de mis konden volgen, eigenlijk waar we nu staan op deze bovenste verdieping, maar ook het gewone volk de mis kon volgen op de verdieping hier beneden. Maar ze tegelijkertijd wel gescheiden bleven, want dat was het punt van het klooster natuurlijk. Het is een theaterzaal geweest, een schermschool, volgens mij is het opslag geweest. Gemeentelijk museum in het begin van de 20e eeuw, gemeentelijk archief in de periode in het midden van de 20e eeuw.
Toen ook weer een tijdje dicht geweest en sinds 2009 nu het huis van de Nijmeegse geschiedenis. Ja, dus de nonnen volgden boven de mis, want die moesten natuurlijk gescheiden blijven van de rest van de wereld. Dus die kwamen ook echt via een aparte ingang binnen, die zit nu ja, eigenlijk achter de camera. Als je over het plein loopt buiten, dan zie je ook een dichtgemetselde deur op hoogte van de eerste verdieping, zeg maar. En hier zie je nog een nisje eigenlijk, dus ja, dat vind ik wel een mooie toevoeging aan het verhaal van dit pand. Het gebouw heeft de tand destijds doorstaan en staat op een unieke plek in Nijmegen waar in de loop der eeuwen veel is gebeurd. Het komt uit de tweede helft van de 15e eeuw en nou, de brandgrens van het bombardement in de Tweede Wereldoorlog loopt een paar meter hier verderop en dat heeft het overleefd. En inmiddels hebben we dit hele moderne plein hier omheen liggen natuurlijk met de bibliotheek en Lux en het archief. En daar is dit gebouw nog steeds het middelpunt van. Dus het is een soort van rustpunt in toch wel een plek die heel veel veranderd is de afgelopen vijf eeuwen. De deuren zijn sinds 1 april weer geopend voor mensen en activiteiten. Het begint eigenlijk Go Short natuurlijk, het filmfestival, wat bij ons een filmzaal inricht eigenlijk achter mij nu. En daarnaast hebben we zelf in half mei een expositie staan over 750 jaar Nijmeegse kermis. Nou, we kunnen dus ook weer lezingen gaan programmeren, wat we hier heel vaak doen. Dus we hebben een lezing over de Nijma-fabriek, onder andere over de drie eeuwen stadsontwikkeling in Nijmegen. Ook het geschiedeniscafé is weer bij ons geprogrammeerd. Dus ja, we zijn blij dat we daarmee ook weer aan de slag kunnen en mensen kunnen verwelkomen. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws een modeshow en een bierproeverij. In Beuningen is het voorjaar dit weekend officieel afgetrapt. En bij die bierproeverij toosten we een glaasje mee. Bij een steekpartij in de Nijmeegse Eyüp Sultan Moskee zijn vrijdagmiddag 2 gewonden gevallen, zo meldt de politie. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. De Vondelstraat, waaraan de moskee is gevestigd, was tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Een politiewoordvoerder laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het incident. Stel, je zit in een rolstoel en wil een rondje maken in het bos, maar je wordt hierin tegengehouden door de houten poorten waar je niet door kunt. De werkgroep Wandelpaden voor Vierwielers zet zich in om de wandelpaden van Hemmen en Zetten ook toegankelijk te maken voor onder andere rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens. Na een succesvolle pilot bij de Nonnenbrug in Hemmen zijn er inmiddels al op meerdere locaties van deze aangepaste hekken geplaatst. De organisatie zoekt nog steeds donateurs, zodat het wandelgebied nog verder kan worden uitgebreid. Na bijna 2 weken rust in verband met de interlandwedstrijden ging de Eredivisie zaterdagavond voor NEC weer van start. De ploeg van Rogier Meijer moest het thuis opnemen tegen PSV. De wedstrijd begon met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de vorige week overleden perschef van PSV, Thijs Legers. Ook in de 12e minuut was er nog een eerbetoon door een minuut lang applaus vanaf de tribune. De wedstrijd verliep allesbehalve goed voor NEC. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy kwam al snel op voorsprong en NEC keek al in de eerste helft tegen een 0-3 achterstand aan. In de tweede helft wist NEC nog wel 2 keer te scoren door doelpunten van Tanane, maar uiteindelijk verloor NEC kansloos met 2-4. Nog een smetje, want Osama Tanane viel uit met een hamstringblessure en is mogelijk weken uitgeschakeld. Ja, er werd weer flink gesport afgelopen weekend in de regio. Zo ook in Druten tijdens de Drutenloop. Jong en oud konden kiezen uit verschillende afstanden. De grootste uitdaging was toch wel de halve marathon met een afstand van maar liefst 21,1 kilometer. Misschien te warm, misschien te koud. Je weet het maar nooit. Veel succes, hè! Alle lopers van de Drutenloop werden flink aangemoedigd. In de ochtend begon de jeugd al met de 500 meter en de 1 kilometer. Vanaf de middag werden de afstanden wat groter, met als hoogtepunt de halve marathon. Vorig jaar stond het record op 1 uur 13 minuten en 1 seconde, maar dat is zondag verbroken door Luc Jansen uit Limburg. Een hartstikke mooie tijd, 1 uur 12 minuten en 26 seconden. Ja, het ging super goed eigenlijk. Er stond wel een straf windje, maar ondanks dat de zon kwam door halverwege en ik kon het tempo vasthouden. Was het een moeilijke route?
Nee, alleen de dijk op was het enige bergopstuk. Ik kom zelf uit het zuiden, dus ik ben de heuvels gewend. En voor de rest gewoon vlak, maar veel wind. Jet Eringveld kwam ongeveer een kwartier later helemaal buiten adem over de finish. Maar daarmee is ze wel de winnaar van de vrouwen. Uitgeput? Zeker, ja. Ja, goed voor getraind. Ja, ik loop hier zo'n 2 jaar, denk ik. En ik ben hier... eigenlijk is het een beetje tussendoor gepland. Dus het was niet echt naartoe getraind. Eigenlijk gewoon lekker lopen en kijken wat erin zit. Ja. Volgend jaar weer meelopen? Ja, denk ik wel. Ik vond hem leuk. Maar eerst nog even uitrusten. Zeker, ja. Ik ga lekker plat zo. Dan kijken we weer even naar de sociale media. De afgelopen dagen stonden de socials natuurlijk weer vol met 1 april berichten. Zo meldde de organisatie van de Vierdaagse dat het wandelevenement dit jaar 5 dagen zou duren, ter compensatie van de afgelaste dag van vorig jaar. Zoals velen al vermoeden, volgde er snel een mededeling dat het om een 1 april grap ging. Kinderboerderij De Goffert heeft het wat beter aangepakt, want zelfs wij zijn in hun 1 april grap getrapt. Vrijdag vertelden ze op Facebook dat ze binnenkort een zeldzaam diercadeau zouden krijgen, hintend op een pandabeer. Nou, uiteindelijk bleek het ook hier dus om een 1 april grap te gaan. En de gemeente Nijmegen meldt op Facebook dat op de Grote Markt inmiddels de City Store Rijk van Nijmegen is geopend. In de winkel kun je terecht voor informatie over de stad en voor cadeaus van Nijmeegse ontwerpers en ondernemers. De winkel is open van woensdag tot en met zondag. Het voorjaar is begonnen en in Beuningen liet men dat niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo was er op zaterdag nog een modeshow op het Julianaplein. En op zondag maakte de catwalk plaats voor een heuse bierproeverij. Het was voor het eerst dat er in het dorp zo'n proeverij werd georganiseerd. Dus was het even spannend of het zou aanslaan. Maar de voorjaarszon deed zijn werk en maakte toch een succes van dit debuut. Ja, we zijn hier op de eerste Beuningse bierproeverij en die hebben we eigenlijk in een paar maanden ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. En je ziet het resultaat, we hebben best wel leuke brouwers bij elkaar, wat slijterijen en ik hoop dat dit wel een mooi succes wordt eigenlijk vandaag. En als ik het goed begrijp is het ook allemaal best wel lokaal bier? Ja, klopt ja. We hebben wat brouwers uit Nijmegen, uit Wijchen, volgens mij uit Alverna en ja, het wordt gewoon een heel leuk feestje vandaag. Ja. Amerikaanse stijlen, hoprijk, smaakvol. Maar ook zuurbiertjes, dat is een beetje waar je dan aan moet denken. En dit is best wel een jonge organisatie, klopt dat? Ja, klopt. Ja. Ja, daarnaast is het ook leuk om te vertellen, wij zijn een sociale onderneming. Wij hebben mensen in dienst die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. En op die manier hebben we een hele mooie bedrijfsvoering. Ik zie insectenbier, dat is voor mij helemaal nieuw. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat is bier en het is verrijkt met een insectenmeel. En daar zitten dus eiwitten in van insecten. En wat is dat dan voor een insectenmeel? Hoe moet ik dat? Er zitten echt insecten in? Of? Ja, er zitten echt insecten in en het is in dit geval de meeltorg. Nou jongens, mijn eerste insectenbiertje. Kijk, ik ben heel erg benieuwd. Alsjeblieft. Nou, een soort van proost dan. Ja. Blondje. Het is echt serieus heel lekker. Ja. Hoeveelste biertje zit je aan? 4. En je bent een lijstje aan het afgaan? Ja, je krijgt een stempelkaart en dan voor elke brouwerij dan neem je een biertje en dan krijg je daarna een pakketje mee. Welk biertje ben je aan het drinken? De Engel. Witte. Witte Engel van Brouwerij De Hemel? Ja. En hoe bevalt die? Ja, die ken ik al. Dus. Okay, nou, dat is een veilige keuze. Een hele veilige keuze. Oké, en hoeveel moet je er dan nog? Ik zou nog... Nog 3, hè? Ja, dan moeten er nog 3. Nog 3. En welke is tot nu toe je favoriet? Ik zal even deze proeven. deze is wel lekker. Na een lange periode met veel regen is het weer in het weekend dan eindelijk omgeslagen. De zon laat zich momenteel weer volop zien en dat zal de komende dagen nog even zo blijven. Vannacht krijgen we weer met een paar graden vorst te maken, waardoor morgenochtend de autoruiten even gekrapt moeten worden. Verder zijn er morgen enkele wolkenvelden, maar zal opnieuw de zonneschijn overheersen. Het is wel aan de frisse kant met een graad of 10.
De dagen erna blijft het overwegend zonnig. Op donderdag valt er weer enige regen, maar die zal onze regio waarschijnlijk niet bereiken. Pas op Goede Vrijdag kunnen we weer met een enkel buitje te maken krijgen. De temperatuur blijft stabiel rond de 11 graden en in de nachten houden we enkele graden vorst. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meeste actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Heb je zelf een tip voor onze nieuwsredactie? Stuur dan een mail naar redactie@rn7.nl. Graag tot morgen!